Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag. Morgen zijn bijna alle basisschoolkinderen in onze provincie vrij. De meesters en juffen staken. Eva Hulsje zocht precies uit waarom en wat u morgen met uw kind kunt doen. En op deze 4 oktober, Dierendag dus, hebben we 2 hele bijzondere gasten. Mag ik u voorstellen? Aan hond Wim en aan hamster Timo. Beide wereldberoemd op het internet. En Rob, jij ging terug even naar het afgelopen weekend, hè, naar die schaterende lach. Ja, ik heb een hele bijzondere band gekregen met Guinness, want zo heet de man. Een man met een hele bijzondere lach. Ik ben vandaag even bij hem geweest om te kijken wat ons nou eigenlijk overkomen is. Ook een enorme dierenvriend trouwens. En een kippen, nou, alles. Man houdt overaf. Goed, als u het nog niet gezien heeft, zeker blijven kijken. Tristan, waar heb jij? Ik heb een waar stukje voetbalhistorie, want tegen wie scoorde Erik Nefland exact 10 jaar geleden? Ik weet het, Fiorentina. Exact, straks meer. Ja, flauw, dat wist ik ook. Ik stop als minister van Defensie. En ik zal zijn majesteit de koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ja, ik voel me niet alleen verantwoordelijk. Ik ben het ook. Met die woorden maakte minister Hennis Plasgaard gisteravond haar vertrek bekend. Ook generaal Ton Middendorp stapte op. En u heeft het ongetwijfeld meegekregen. De aanleiding was natuurlijk de dood van de Groningen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld. De nabestaanden hebben begrip voor het aftreden van de 2. Al houdt het voor hen hiermee niet op. Met het aftreden van de minister en de hoogste baas van het leger mag de zaak politiek gezien afgehandeld zijn. Juridisch ligt dat natuurlijk heel anders. Want de ouders houden Defensie nog steeds verantwoordelijk voor de dood van beide militairen. Al is het de vraag wie er zit te wachten op jarenlange juridische procedures. De nabestaanden in ieder geval niet. Om die reden zijn de nabestaanden ingegaan op een uitnodiging van Defensie om met elkaar te praten. Mogelijk dat een langdurige rechtszaak kan worden voorkomen. Maar daar moet dan wel iets tegenover staan. Zo liet de advocaat van beide families eerder al weten. Het is natuurlijk ook leed wat is toegebracht door Defensie. Door alle fouten die zijn gemaakt, alle nalatigheden. En dat moet ook worden vertaald in een schadeclaim. En wat voor een bedrag moet je dan denken? Nou, je kunt bijna geen bedrag zetten op menselijk leed. Maar het lijkt me wel vrij duidelijk dat in deze zaak het een fikse schadeclaim zal zijn. En de namen van Kevin en Henry worden komende zondag toegevoegd aan het monument ter nagedachtenis aan de leden van de stoottroepen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Het gebeurt tijdens een jaarlijke herdenkingsdienst in het Gelderse Beneden Leeuwen. Morgen is het zover. De nu al veel besproken staking in het basisonderwijs. 15.000 leraren reizen af naar Den Haag. En ook hier in Groningen is een manifestatie. Eva Hulsjer, jij bent erin gedoken, die staking van morgen. Het gaat niet alleen om het salaris, maar ook om de werkdruk, hè? Zeker, en daar willen de leraren van de basisscholen ja, vele honderden miljoenen voor hebben. En die werkdruk is natuurlijk een interessante, want is die nou inderdaad zo hoog als ze zeggen? Ik dacht, dat wil ik wel eens zien. Dus ik ben gisteren een hele dag meegelopen met een juf, juf Mirjam Mulder. Zij geeft les aan groep 7 op de Monsieur Bekkerschool in Veendam. Het is nu 7:50 en ik ruim dan mijn lokaal op. Meestal beantwoord ik nog even de mail als er nog tijd voor is. Tot straks! We gaan freerunnen. Oh, yes. Zometeen mag je vrij op het parcours. Had ik je net? Ik vind het fijn als er iemand bij Lies in de buurt is. Pas je wel op voor de zwaaiende kinderen? Ik geef tot 10:30 gym. 2 groepen. Een groep 7 en een groep 8. Eerst je handen graag neerzetten, goed? Aankleden! Goed, luister. Jullie hebben fantastisch goed gegymd. Ik vond het hartstikke goed gaan. Nieuwsbegrip. Het kopje is stakende juffen en meesters. Maar de leerkrachten vinden dit... Gewoon. Ja. Oké, stoelen aanschuiven en tot vanmiddag. Ga maar op de plek zitten waar je vanochtend geëindigd bent. Dat zijn allemaal signaalwoorden. Ik ben daar aan het helpen en ik moet naar jullie toe.
als je ernaar kijkt, gaat het ook over kwartalen. Wat is een kwartaal? De klassendienst gaat vegen, de ramen dicht doen, het zonnescherm hoogt op. Morgen! Ik weet niet meer over welk verslag het was, was het oude gesprekken of zo. Met Mirjam. Ik zou je nog even... Hoi, ik zou je nog even bellen om een afspraak te maken. Ik denk dat ik nog ongeveer een half uur nu ga werken. Dan moet ik mijn kind van de crèche halen. En dan moet ik vanavond nog wel even verder, want ik ben nog niet klaar. Ja, vandaag was het 4:30. Daar gaat ze de school uit. Maar waar ze vooral over klagen is die druk die ze voelen van de administratieve last die ze hebben. Ja, want ze moeten tegenwoordig veel meer dan vroeger alles invoeren. Voor elke leerling moet je alles bijhouden. Je moet allerlei plannen maken, leerlingvolgsystemen. En inderdaad, dat moet allemaal gedaan worden. En dat moet natuurlijk nog buiten die lestijden. Ja. Dus zij ging nu om 4:30 naar huis. Dat is ook later, zegt ze. En inderdaad, 's avonds dus ook nog aan de bak. Morgen dus een hele grote actie in Den Haag. Daarnaast is er ook een actie hier in Groningen, Stadspark. Wat gaat daar gebeuren? Ik denk echt een typische stakingsmanifestatie, zoals we die wel kennen van allerlei sectoren waarin wel eens gestaakt wordt. Er is muziek, er zijn sprekers, in dit geval van de vakbond, een ouder, een leerkracht. Veel opzwepende muziek. Ik heb al even kunnen kijken wat er allemaal gedraaid wordt. Zo'n 2000 mensen verwachten ze. Dat is echt wel een flinke hap. Ja. En bijzonder is ook dat ze ook de bussen van mensen die wel in Den Haag gaan staken ook echt gaan uitzwaaien. Dus rijden elkaar niet in de wielen. Want in Den Haag is de bedoeling dat je zoveel mogelijk mensen de been krijgt, ja. om een statement te maken, dat je hier een afsplitsing krijgt in Groningen? Nou, wel een beetje natuurlijk. De bonden willen heel graag zoveel mogelijk mensen in Den Haag hebben, want dat is voor het plaatje natuurlijk mooier inderdaad, logisch. Alleen praktijk is dat als je in Groningen woont, is het gewoon wel een hele rit heen en weer naar Den Haag. En veel leraren gaven aan dat ze het niet gingen doen. Ja, ja, dan is dit misschien het minst van twee kwaden. Dan ook maar in Groningen een actie. Ja, dan is een bijkomend praktisch probleem, en daar weten wij ook alles van. Namelijk, waar breng je kind morgen naartoe, Tristan? Exact. En dus vroegen we via een poll op onze website van... Waar gaat jouw kind nou heen morgen tijdens die staking? En een ruime meerderheid, we hebben het hier even in beeld... die kiest toch voor... ze moeten toch op zoek naar een oplossing. Bij de meeste mensen helpen opa en oma uit de brand. Oplossing nummer 2 is vrijnemen. En een betaalde oppas vond ik toch wel opvallend. Een betaalde oppas of kinderopvang is niet zo populair. 2,7% slechts. Ja, dat is weinig inderdaad. Ja. Ja. Wij hebben kinderen hier aan de tafel, Rob. Wat doe jij? Ik neem Puk morgen eerst hiermee naartoe. We gaan eerst even uitslapen, dat wel. Want we hoeven nog eens niet meer boterhammetjes meer en zo. Dus dat is wel even gezellig. En dan neem ik haar hiermee naartoe. Dan breng ik haar ergens tussen de middag naar huis. Dan is mijn vrouw net terug van het werk. En die kan dan met haar naar taekwondo. En nou, zomaar. Okay. Taekwondo? Wat stoer. Ja. 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 Hey, zijn dochter is wel stoer. Hey, jouw kind? Is niet voor mij. Nou, ik ga naar de staking, dus ik moet wel vroeg weg. Maar mijn vriend is eerst nog een stukje thuis. Dan doen opa en oma een stukje. En dan gaat hij naar de BSO. Want ja, dat blijft natuurlijk. Vanaf 3 uur is hij daar welkom. Dus ja, een beetje een opgeknipte dag. Juist. Nou goed. Mijn vriendin, die kan kiezen ook voor een thuiswerkdag. Dus die werkt thuis. Oh. Waardoor de jongste thuis kan blijven. De oudste is op schoolkamp. Dus die kan helemaal niet staken. Alles opgelost. Precies, alles opgelost. Ja. We gaan, Tristan, naar De Lach van het afgelopen weekend. Ja, Expeditie Gunnen die maakte, met Rob, die maakte dit weekend een filmpje met een man... en die had toch wel zo'n bijzondere lach. Laten we daar eerst even naar kijken. Ja, die dus. anders gezegd, dat filmpje dat ging echt viraal. Hè. Dat ging echt als een virus over het internet heen. Van Engeland naar Amerika. In Australië zag ik hem voorbij komen. Ja. En hoe vaak is je bekeken? Ik heb mijn best gedaan om te tellen. En ik kwam uit op een grove 3,5 miljoen tot nu toe. Zo. 3,5 miljoen. En hij telt nog. Hij loopt nog door. Wauw. Ja. Het was ook letterlijk gieren. Ja, ja, het was ook een bijzonder moment. Want het was helemaal niet een opnamemoment. Wij zeggen altijd tegen mensen, wilde u uw naam nog even zeggen? Want voor de mensen die hier zitten te monteren, omdat we die beelden oversturen, is dat makkelijk. Dan hebben we zo die namen, dan kunnen we zo de titel er even inzetten. Ja. En nou, hij zei, ik heet F. de Wijk. Nou snap ik wel waarom, hij heeft een hele ingewikkelde naam. Hij heet Fensinus. Een combinatie van Fenna, zijn oma, wow, met iets van zijn opa. Nou ja, maar iedereen noemde hem Guinness. Ook dat nog. En dus ik vroeg zo de F. de Wijk. En ik zei, ja, maar dat wil je een voornaam, dat vind ik leuk. En dan, ja. Nou,
Dus ik zei, wat is dan? Frans, Frederik, fuck you, zo noemde ik zo'n rijtje op. Ja. Hoefde toch niet op televisie. En dat laat, hij keek me aan en begon te lachen. En wij stonden in zo'n grote kleindierenshow. En dat eerste geluid kwam eruit. En ik dacht, nou, dat gaat een kip. En bij de tweede keer dacht ik, nou, dan weet ik, de derde keer keek ik, ik dacht, wat een verrek, dat is Guinness. Dat is Guinness, ja. Dus, nou ja. Rob, komt dit goed? Ja, het is wel een populaire hamster of kavia. Ik kan het niet uit elkaar houden. En, wat eet een Franse bulder? Dat weet ik niet, ik vind het een beetje maar jij hebt hem opgezocht. Ja, want het schept een band. En bovendien was ik ook wel even benieuwd hoe het met hem was. Want kijk, wij zijn het wel een beetje gewend. Maar als je als gewone eendenfokker in Alteveer opeens zo wereldberoemd wordt, dan is dat denk ik wel even schrikken. Dus ik dacht, ik neem hem toe. Alleen maar serieus nu, hè? Ja, serieus. We lachen niet meer, hè? Nee, dan vanuit. Ik begon gewoon even serieus proberen. Zie vreemd nu naast maar. Oh ja? Ja. En ben ze een beetje, ken ze een beetje tegen die lach? Ja, die is hem wel, maar die anderen, nou, die sprongen eruit. Kijk, je vreemd nu naar. Kijk. Dat is wel. We werden gewoon beduusd van, echt voor. Ik ben ook dan iemand die lachen veel, maar. Ja, ik vind dat gewoon, wat hij overkomt is, dat is niet met pinnen te beschrijven. Ik zeg, op bedrijf ook nooit, word ik ten waar. Dat is niet beschrijven met pinnen. Ja, dit is. Als ik hier online ben, hè, dan lopen ze gewoon om je touw. Ik druk op hem, maar blijf mijn vrouw in. Is dat je broekmachine? Alsjeblieft, dat is een volautomatische broekmachine. Dat is een confeuze kerel. Dat is een confeuze, en daar heeft niemand. Je bent wereldberoemd. Met ons baarden. Met ons baarden. Ja, dat ben ik ook. Oh. Ik heb die laag altijd laat. Als ik hier bij een toneelstuk ben, dan zeggen ze van Guinness, alsjeblieft. Zie ik je allemaal niet op het nieuws doen. Daar ga je weg. Wat moest hij? Loop je al naar de schouwen? Nee, ik heb slom, maar. Maar wat je zegt, eigenlijk is het nog tragisch. Als bij een toneelstuk, als hij moet lachen, dan gaat hij uiteindelijk weg. Want het is voor die hele zaal dat is niet te doen. Het is verprutsen met toneelstuk. Ja. Oh, Pim! Pim! Met een hamster in de bek, of niet? Nee, die is gelukkig goed. Nog niet. Ik ga gewoon door, jongens, als jullie Wim gaan zoeken. Kom maar. De eigenaar van het voormalige gemeentehuis in Uskert sleept de gemeente Eemshond voor de rechter. Eemshond? Dit item houdt u van ons te goed. We gaan naar... ja? Goed, ik probeer het nog één keer. De eigenaar van het voormalige gemeentehuis in Uskert sleept de gemeente Eemsmond voor de rechter. Monumentenvereniging Hendrik de Keizer wil de vloeren waar asbest in zit uit het Berlagenhuis slopen. De gemeente weigert na advies een sloopvergunning af te geven en de eigenaar gaat hier nu tegen in beroep. Volgens de stichting Berlagenhuis Uskert staat het mooiste gebouw van het dorp nog bijna 2 jaar te verpieteren. De belangenvereniging vindt het hoog tijd dat er een doorbraak komt. Zeker als je in de zomer kijkt naar het aantal mensen dat hier voor de deur staat en er niet in kan. Dorpsbewoners die hier zijn getrouwd, die dat graag weer zouden willen. Het nood is hoog, want zo'n gebouw moet je niet ongebruikt laten staan. Daar is van alles op te verzinnen, dat moet je gewoon niet willen, dit. Goed, zijn we weer. Dierendag. Deze hamster uit Groningen heeft maar liefst 30.000 volgers op Instagram. En de hond hier, die er nu weer is en net even weg was, de hond van Rob, dat is Wim, die heeft zijn eigen Facebookpagina. Hoeveel volgers heeft Wim? Ja, 500 maar. Goed, er kunnen er meer worden, dat zou Rob heel leuk vinden. Maar dieren op social media, dat is een fenomeen van deze dag wat zijn weerga eigenlijk niet kent. Collega Jasmijn Wijnbergen zocht uit hoe dat kan. De chagrijnige Grumpy Cat wordt miljoenen keren bekeken op internet. En net zoals deze kat heeft ook hond Boe duizenden fans. De dierenfilmpjes doen het goed bij het publiek. De Groningse Stephanie Nijssen besloot ook een Instagram-account te beginnen voor zowel haar paarden als voor haar hamster. We zijn vorig jaar met een Instagram-account begonnen, mijn vriend en ik. En we dachten eerst van dat is gewoon leuk voor een paar mensen. En er kwamen steeds meer volgers bij. En het waren niet alleen mensen uit Nederland, maar gewoon over de hele wereld kwamen mensen kijken hoe Timo zijn avonturen beleeft. Beide accounts zijn een groot succes. Haar dieren hebben duizenden volgers. Nou, mijn ene paard die kan wel wat trucjes, dus dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk om te zien. En
Ja, mijn andere pony die is superharig en schattig. Dus ik denk dat mensen gewoon leuk vinden om te kijken. Mensen die komen voor de dieren, die komen niet voor mij. Dus ik probeer zelf zo min mogelijk in beeld te zijn. Maar ja, bij mijn paarden gebeurt het wel eens zo nu en dan. Maar de vraag blijft waarom de dierenfilmpjes zo populair zijn. Ik denk dat eigenlijk gewoon de magie van dieren is. Mensen vinden het gewoon superleuk om naar te kijken. En het is heel onschuldig allemaal. Ja, dit is ook, dit is wel geestig, hoor. Want als ik een filmpje van Wim plaats, Wim Mulder, hè, op Facebook, dan mensen gaan met hem praten. Zo van, hallo Wim, wat leuk om je te zien. Dat vind ik zo'n bijzonder filmpje. Ben jij een van die volgers? Een hele epistel schrijven. Tristan, we gaan naar jou. Ik heb jullie een stukje voetbalhistorie beloofd. En herinneren jullie dit nog? Komt hij aan. Winteren, Van der Laak, Nederland. Oh ja! Kippenvel. Dit was dus Erik Nefland. Het was de 0-1 bij Fiorentina FC Groningen in de UEFA Cup. FC Groningen verloor uiteindelijk bij strafschoppen. Maar ik denk dat dat toch voor heel veel Groningers wel echt een stukje... Nou, hoe zeg je dat? Voetbalhistorie die in het hart zit. Ja. Nog één keertje doen? Ja mooi goal. In het Artemio Franchi Stadion van Fiorentina. Wat een mooie goal. Kansloos de Franse doelman. Wat een goal zeg, wat een goal. Wonderschoon doelpunt, wonderschoon. Hij zit goed op de pantoffel. Zo. Mooi, we blijven bij voetballen. Kids United, de voetbalclub voor kinderen met een beperking, is dit jaar het goede doel van de 4 mijl. De club spaart voor een mini-tribune. En een van de spelers, Megan Wijtes, loopt mee met die 4 mijl. En voor dit goede doel knipt ze ook nog eens haar donkerblonde haren kort. Oké, rustig lopen. Hey. Dat goed, jongens. Ik heb een chronische eetstoornis. Daardoor krijg ik zonder voeding in mijn maag. En ik heb pedinos. Dat is een vorm van autisme. Dingen op haar eigen manier doen. En haar eetstoornis natuurlijk speelde een grote rol in haar leven. Goed zo. Ik voetbal nu ruim 7 jaar bij Kids United. Iedereen is... leuk en gezellig en accepteert elkaar zoals wie je bent. Met het geld van de 4 mei wil ik graag een eigen mini-stadionnetje bouwen. Dat wil zeggen een tribune, scoreborden, dugouts. Daar willen we gewoon wat moois van maken. Dat we eindelijk echt iets van onszelf hebben, want dat hebben we nog nooit gehad. Ik heb heel lang haar. En het komt bijna tot in mijn knieholtes. Maar het gaat eraf. Voor Kids United. Zijn ze klaar voor 19 jaar, heeft ze ervoor gespaard. Een mooie win-win trouwens voor de Stichting Haarwens ook. Prachtig toch? Ja, hartstikke leuk en een mooi idee. En het zal even wennen zijn, Megan zonder staties. Sergio Pad gaat het knippen. Heeft hij dat al gezegd? Ja, heb ik met hem afgesproken. Kan die knippen? Ik hoop het. Nou, hoef ik niet elke dag te vlechten. Nou, die kan wel een balletje doorgaan. Trappen. Ja, die kan absoluut iets goed zeggen. Mooi, dat is op laatste. Ja, doorgaan. Dat gaan ze bij de 4 mijl ook doen. Mooi. Dit was hem. Deze bijzondere uitzending van Noord vandaag. Dank Rob, dank Eva, dank Timo en dank Wim. Wij zijn er morgenavond weer. Ik wens u allemaal een hele fijne avond. Dag. Leuk de hamster, hè, Wim? Ik druk op mij, maar blijf niet verhaal.